Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik hoop dat jullie weekend goed gaat. En vandaag wil ik eigenlijk met jullie een les delen die mijn dochter net geleerd heeft door met paarden om te gaan. Nu, op dit moment is ze aan het paard trainen, dus alles is ondertussen in orde. Maar wat er is gebeurd, vandaag moest ze rijden op een paard die niet zo graag in de stal staat om opgezadeld te zijn. Dus normaal gezien de paarden die hier, rijden, die leven eigenlijk in kudde samen. Dus in zo natuurlijk mogelijke habitat, zoals dat ze ook gewoon van nature uit zouden doen. Dus dat paard, elk paard heeft natuurlijk zijn eigen karakter, net zoals wij allemaal mensen hebben. En dat paard had eigenlijk niet zoveel zin om opgezadeld te worden. Hij wou gewoon veel liever verder eten van het lekkere hooi die er lag. Dus mijn dochter wou haar, want het was een meisjespaard, om het op een heel eenvoudige manier uit te leggen, wou haar opzadelen. Maar dat paard had zoiets van, ik dacht het niet, ik ben hier lekker aan het eten en laat me maar gerust. Dus die gaf constant kopstootjes naar mijn dochter. In het begin was zij nog heel zelfverzekerd. Toen bleef ze gewoon doen wat ze geleerd had. Maar op een bepaald moment kwam ze op een breekpunt en begon ze te twijfelen. En ik zag het in haar energie en ik zag hoe mooi dat het gebeurde, waarop dat het paard gewoon dat naadloos aanvoelde dat zij heel onzeker was. En paarden zijn dus kuddedieren. En dat betekent dat zij ook leiders nodig hebben. En als jij als ruiter of gewoon iets wil doen met dat paard en je staat niet in jouw kracht en je twijfelt en je laat maar een sprankeltje onzekerheid via jouw energie blijken, dan gaat dat paard daar natuurlijk op inspelen. En dat is hetgeen wat ik zelf ook al vaak meer gemaakt heb. En dat heeft mij ook geholpen door mijn paarden te communiceren en om te gaan, om nog meer in die leidersenergie en nog meer in die leiderskwaliteiten te stappen. En om daar gewoon ook mij comfortabel in te voelen. Dus, en wat zag ik gebeuren? Dat naarmate dat zij onzekerder werd, naarmate dat paard onrustiger werd ook. Dus ze was al onrustig, maar dat triggerde natuurlijk bij mijn dochter heel wat, waardoor dat eindelijk een wisselwerking was. Dus ik had op een moment mijn dochter gezegd, kijk, stop het. Ik heb haar wel even geholpen, maar ik heb haar dus eigenlijk een stukje uit de stal gehaald. Gezegd, we gaan nu even wachten totdat Bellen was het waard, totdat het gekalmeerd is. Zodanig dat je eigenlijk allebei terug weer kan naar je kern komen, weer naar binnen kan komen. En wat zie je dan gebeuren? Dat dat paard, door met mijn energie te verbinden, weer wat rustiger werd. Mijn dochter ook. En uiteindelijk heeft ze het paard kunnen opzadelen en is ze nu rustig aan het rijden. Maar dat zorgde ervoor dat ze is beginnen wenen, dat ze heel onzeker werd. En dat eigenlijk al die onzekerheden, want ik kan het niet, zie wel, en dat ligt aan mij. Terwijl dat eigenlijk de mensen die hier werken en helpen, ook aanhaven die zelf hetzelfde ervaarden. Dat ze gewoon niet wou, dat ze probeerde tegen te spartelen als het ware. Dat stukje koppigheid. En dat zeiden van, eigenlijk is zij een heel rustig en gemakkelijk paard, ook om mee te rijden. Alleen, op dit moment eet ze gewoon veel liever. Dus als ze kan kiezen, als ze binnen staat, dan wil ze gewoon het liefste van eten. Of gewoon buiten met haar vrienden rond spartelen en rond lopen en huppelen, of hoe dat ook wel zijn. En dat is geen, toen ik eventjes terug hier in de auto kwam, want het is 2 graden buiten, dus niet ideaal om gewoon te blijven zitten. Dus kwam ik eventjes opwarmen in de auto. Toen bedacht ik me, dat is eigenlijk ook wat er gebeurt in de maatschappij. Wanneer dat je dus we zijn allemaal energie. En hetgeen wat dat dieren ons onmiddellijk weer spiegelen, dat kan ook met je hond zijn, dat kan ook met katten zijn, dat kan met gelijk welk dier zijn, dan waar dat zij dat weer spiegelen, dan doen mensen dat eigenlijk ook. Alleen, we zijn ons daar niet van bewust dat wij zelf als energie ook signalen uitsturen naar de andere mensen en dat die eigenlijk niet zozeer reageren op de dingen wat we zeggen, maar nog veel meer vanuit de energie waarop dat we het sturen. En als je een zielsconnectie hebt, een diepe zielsconnectie, zoals bijvoorbeeld een tweelingvlam of een tweelingziel, of gewoon zelfs met je kinderen, dan kan je dat ook hebben, dan ga je merken dat het nooit gaat over wat dat ze zeggen of hoe dat ze het zeggen, maar over de energie waarmee dat ze het sturen. En dat is vaak waar dat je misschien het gemakkelijkste voorbeeld is waarbij je ergens binnenkomt en dat je gewoon voelt dat er een soort van spanning hangt, of dat ze over jou bezig wisten.
je hebt het niet gehoord, je hebt het niet gezien, maar het is een gevoel. Het is die energie die er hangt en het is die energie die jou die boodschap geeft. En dat is het punt waarop dat we moeten leren om niet vanuit actie-reactie in ons leven te staan. Want dan ga je vanuit de pijnen van een ander reageren vanuit jouw pijnen en vanuit hun pijnen. En dan escaleert het gewoon en krijg je natuurlijk discussies en ruzies en onbenulligheden die er eigenlijk niet zouden zijn wanneer dat je allebei vanuit de geheelde kant, vanuit liefde, naar elkaar kan kijken en luisteren. En dat is hetgeen wat mijn dochter vandaag aan de leven ondervonden heeft weer met... als je met paarden werkt, wordt het altijd jouw gedrag gespiegeld. Herinner me nog de eerste keer dat ik hier ook reed. Dan was ook een heel gevoelig paard. En ik was wel onzeker. Het was al zo lang geleden. Het was ook een andere manier van rijden. Want hier reden we bedloos. Dus zonder bed op een hele natuurlijke manier. Ook vanuit energie, vanuit verbinding met paarden. En dus was ik eigenlijk wel wat zenuwachtig. Maar positief zenuwachtig. En dat paard spiegelde mij dat onmiddellijk. Dus van het moment dat ik dat mij bewust van werd en terugkeerde naar mezelf, mijn energie grond heb geademd, focus op mijn ademhaling, dan zag je gewoon ook die energie in dat paard gewoon gronden, gewoon rustiger worden, zakken eigenlijk. En dat is de boodschap van vandaag. Probeer dit weekend te focussen en te kijken naar jouw relaties, interacties eigenlijk eerder, niet zozeer relaties, maar interacties met anderen, met jouw dieren dat kan. Als je ook een paard hebt of gaat paard zien of kan met paarden verbinden, dan ga je dat heel snel zien. Hoe dat je wel of niet in balans bent. Maar ook met mensen. Als je reageert of antwoordt op iemand, doe je dat vanuit een geheelde versie van jezelf? Zie je waar dat het stuk van jou is en waar dat stuk van de ander is? Of reageer je vanuit gekwetstgenen, vanuit onzekerheden? En dan is het eigenlijk voortdurend pakketjes met wonden en pijnen die heen en weer gegooid worden. Want dat zijn zaken dat je heel veel mensen nog veel te vaak onbewust doen. En zelfs niet bij stilstaan. Dat ze eigenlijk constant actie en reactie. Zelfs in de politiek, als het nu gaat over het... Over het virus en de pandemie en hoe dat allemaal aangepakt wordt. Hoe vaak worden daar geen keuzes gemaakt vanuit angst? En ook dat mag gaan veranderen. Ik ga nu niet opnieuw beginnen over het vaccinerend verhaal. Ik heb daar ondertussen een verschillende aantal video's over gemaakt. Maar ook daar komt het op hetzelfde neer. Het gaat nooit over wat dat jij denkt dat goed of fout is. Het gaat erover waar dat jij jouw kracht aan weggeeft. En door net... Die kracht te hernemen en opnieuw in je eigen kracht te stappen en te kiezen voor vrijheid, voor je innerlijke rust, voor harmonie, voor liefde, wat dat dan ook is wat je belangrijk vindt, dat zorgt ervoor dat je krachtiger wordt en dat zorgt ervoor dat jij geen slachtoffer meer bent, maar dat jij gewoon weer die krachtige persoon wordt dat iedereen eigenlijk is. Dus ik zou zeggen, kijk eens naar je leven. Hoe sta je in het leven? Voel je je vaak een slachtoffer? Voel je alsof dat je gewoon moet meelopen in die ratmolen en die ratrace en dat je geen controle over hebt? Hoe zit het op je werk? Heb je daar genoeg vrijheid en ruimte en creativiteit? Geeft die nog voldoening? Hoe zit het in je relaties? Pas je je constant te veel aan? Censureer je je voortdurend? Of kan je gewoon... zeggen, denken, delen hoe dat jij het ervaart, hoe dat jij denkt en voelt. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om bij stil te staan. En van daaruit kun je dan naar de volgende stap gaan. Van oké, dat is hoe dat nu is. Is dat hoe dat ik wil dat mijn droomleven is? Of wil ik het op een andere manier gaan vormgeven? En dat zijn de kleine stappenstenen naar... een leven in vrijheid, een leven in meer harmonie, een leven in onvoorwaardelijke liefde en wat dan ook. Dus zo, dat was voor vandaag. Ik ga mijn jas weer aandoen en weer nog eventjes naar buiten gaan. Nu, terwijl dat nog niet meer regent. Want verbinden met de natuur, met de dieren, is de ideale manier om heel snel weer te gronden, je energie in het nu te brengen. Want dieren leven. Altijd in het nu. En door de interactie met hen ga je ook zien hoe dat jij in het leven staat. Waar je nog groei te doen hebt.
Nu, sowieso, als jij jezelf wil samenwerken, als jij jezelf wil gaan realiseren in dit leven, dus als jij jezelf wilt je leven vormgeven vanuit de diepste essentie dat je bent, dan nodig ik je uit om te starten met het groepstraject Zelfrealisatie vanuit je hart, gedrag en bewustzijn. Dat verloopt eigenlijk over 9 weken, dus dat betekent dat de content verspreid over 9 weken vrijgegeven wordt. En 2 maal per jaar, startende in april de eerste keer en in oktober de tweede keer, zijn er ook live Q&A-sessies waarbij je vragen kan stellen over je eigen groei, over dingen waar je tegenaan loopt. Dus dat is eigenlijk het op één na beste na één op één begeleiding met mij. Want dat is natuurlijk ook mogelijk. En daarin werken we gedurende 3 maanden samen. Heel nauw samen. En is al mijn volledige pakketje, wie dat ik ben eigenlijk, wat dat kan, mijn talenten, mijn vaardigheden, mijn connectie met mijn gidsen, met jouw gidsen, whatever, staat ten dienste van jouw groei. Nu, ondertussen zijn er ook heel wat online trajecten en wat kleinere, wat langere, afhankelijk van wat je nodig hebt, afhankelijk van waar dat je nu staat in je groei en wat dat je wil leren. Dat staat ook allemaal beschikbaar en online op mijn website www.schoolvoorassentie.be. Dus als je daar interesse in hebt of je hebt vragen, dan kan je mij ook contacteren via de contactpagina. Dat heb ik nog niet gezegd, maar ik ga er altijd vanuit dat iedereen dat wel weet. Volg mij hier op YouTube om regelmatig inzichten en video's te ontvangen rond het leven vanuit een hoger bewustzijn. Rond thema's die vaak ook een nog een lastig topic zijn. Hè. Bijvoorbeeld rond narcisten. Bijvoorbeeld, ik kan nu niet zo'n voorbeeld vinden, maar er zijn regelmatig zaken die waar ik toe geleid word om te bespreken, maar vanuit een hoger bewustzijn. Heb je zelf zoiets waar je zegt van ik loop daar tegenaan of ik wil weten hoe dat bekeken wordt of dat daarover verteld wordt, dan mag je dat altijd doen. Ik vind het heel leuk om nieuwe boodschappen en nieuwe informatie te channelen. verder heb ik ook gezegd in een vorige video, ben ik bezig met een jaartraject te creëren voor die lichtwerkers, die healers, diegenen die diep van binnen voelen dat ze hier zijn voor meer en die eigenlijk een spirituele onderneming willen gaan opzetten en gaan vormgeven. Maar daar wordt nog meer over vertaald de komende dagen, dagen ook, weken en maanden, zodanig dat ik je meeneem en ook de ontwikkeling ervan. En ook daar gaan er weer heel prachtige dingen naar voren komen, naar buiten komen. Volgend jaar staat er waarschijnlijk ook een initiatieweek op het programma, waarbij dat we een week naar Kroatië gaan. Waarbij dat we niet alleen healingwerk en upgrades daar gaan doen voor de aarde, maar ook voor onszelf. En de bedoeling is dan dat je eigenlijk na afloop van die week, want dat is ook gekoppeld aan het groepstraject Zelfrealisatie vanuit hart, gedrag, bewustzijn, dat je dan eigenlijk een gecertificeerd master healer wordt om verder nog met die universele vlammen te gaan werken in jouw praktijk. Met jouw klanten of hoe dat jij het ook wil vormgeven. En waarbij je toestemming krijgt om alles wat ik tot nu toe heb gecreëerd rond die universele vlammen. Dus vanuit alles de informatie die in het traject zelfrealisatie vanuit hart, gedrag en bewustzijn daarin opgenomen en gecreëerd is, dat je dat dan ook mag gaan gebruiken voor jouw diensten en jouw klanten. Dus dat is een beetje globaal wat er op de planning staat voor 2022. Als er nog nieuwe ideeën komen, dan hou ik jou op de hoogte natuurlijk. En als je vragen hebt, je weet me wel te vinden. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Als je nu op een punt staat dat je voelt van het moet ergens anders heen gaan en ik weet niet goed hoe of waar. Laat je dan ondersteunen. Dat hoeft niet precies door mij. Natuurlijk ben ik heel blij als je wil met mij samenwerken. Maar laat gewoon jou ondersteunen en spreek iemand aan waarmee dat je resoneert. Want het is heel belangrijk dat je veilig voelt en dat je het gevoel hebt dat je ook alles kan delen. Dus dat is het voor vandaag. En dan zie ik je wel weer in een nieuwe video. Fijn weekend. Dag.